In verband met de toename van het aantal COVID-19 infectiegevallen is het van belang om rekening te houden met enkele belangrijke zaken. De volgende adviezen kunnen u helpen om gezond en wel te blijven gedurende deze periode waarin we nu leven. Ken het telefoonnummer van je huisarts. Informeer vroegtijdig bij uw arts hoe de werkwijze is als u medische hulp nodig hebt. Ga vooral niet naar de spoedeisende hulp als het geen spoedgeval is. Via een telefonisch gesprek met uw arts zal de arts uw klachten analyseren en besluiten wat de vervolgstappen zullen zijn. Heel belangrijk is dat u de instructies van de arts opvolgt. Goedendag, met dokter Ramadin. Ja, dokter. Ik heb het vermoeden dat ik klachten heb die passen bij het COVID-19-virus. Wat zijn uw klachten? Nou, ik heb koorts. En ik heb keelpijn. Indien u klachten vertoont welke passen bij COVID-19, zoals koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid, diarree, braken en of verlies van smaak of reuk, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Indien dat niet mogelijk is, bel dan de hotline van het BOG op het nummer 178. In afwachting op de verdere stappen, blijft u dan voorlopig thuis en vermindert u het contact met uw huisgenoten. Vanwege het feit dat de besmetting met dit virus kan plaatsvinden door middel van druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen, is het belangrijk dat u een veilige afstand van elkaar houdt. Deze afstand is minimaal 2 meter. Dit staat ook wel bekend als de social distancing. Was uw handen goed met zeep en water gedurende 20 seconden of desinfecteer met 70% alcohol of gebruik een hand sanitizer met minimaal 70% alcohol. Gebruik een mondneusmasker of bedekking als je de deur uitgaat. Draag je mondneusmasker op de juiste wijze en raak de buitenkant van uw masker en uw ogen niet aan. De buitenkant van uw masker kan mogelijk besmet zijn. Eet vooral veel groente en fruit. Hiermee versterkt u uw weerstand. Als u boodschappen haalt, was dan de boodschappen met zeep of desinfecteer ze met 70% alcohol. Heb jezelf en je medemens lief. Stop de transmissie, dus blijf thuis. Lieve mensen, help Suriname weer gezond te maken. Blijft u alstublieft thuis. Suriname, me beg you, tang na oso. Stay home.